bij de teams inmiddels op het veld aangekomen. Alle plichtplegingen voor de wedstrijd zijn inmiddels gebeurd. Maar goed, we gaan het zien. Het is Groene Ster. Montero met een goede brede paas op Benda. Die kan die bal binnenhouden. Moet nu de actie komen en de voorzet. Voorzet richting, ja. Dit is buitenspel. Ja, ik wilde al gaan juichen. Nou, verzorgen. Doet dat via Isati. Is het de Almari die weggestuurd wordt? Moet die bal voorgeven? Oh, en dan is het de ingeleidende Meijering dan die bal mist. Almari. Heeft die bal wel voor, maar weet dan Meijering niet te bereiken. Is het wel Bendadi met een schot? Oh, goede redding van doelman Vos. Almari. Bendadi. Hazard. Oh, en dan is het een schot van Hazard. Is dat die? Naar Hazard. Jansen. Hazard. Almadi. Draait goed weg. Oh, weer op de paal. Andere kant van het veld gezocht bij Jansen. Heeft daar de ruimte om op te stomen en die bal prima voor te geven. Is het Meijering? Meijering. Buitenkant paal. Metaalwerk graag. Vroeger riep men dan nog op het houtwerk. Maar ik kan u verzekeren dat de doelen bij Sportlust echt niet meer van hout zijn. Kan geen medespeler bereiken. Montero stapt daar precies goed in. En de bal bezorgen bij Meijering. Bal voor. Oh, en dan is het allemaal die in één tijd de bal richting de goal van Vos kon schieten. Maar hij stond voor de juiste afronding niet op de juiste plek. Groene Ster eruit. Doet dat in twee instanties. Wordt Anton Jolie aangespeeld. Oh! En er is het een doelpunt voor Groene Ster na die terugspeelbal van Duisterhof. Gaat Anton Jolie vreselijk in de fout. En wordt de stand in de 47e minuut 0-1 voor Groene Ster. Dan in eerste instantie via Meijering die de bal brengt bij Bendadi. Bendadi met een schot recht op de doelman van Groene Ster af. Die voorkomt dat Groene Ster wegloopt. Is het Almadi? Ja, dan zit het ook niet mee voor de thuisclub. Die natuurlijk naast zich op zoek is naar de gelijkmaker. Corner van Bendadi. Groothuizen gaat onder de bal door. Heideman in het zijnet. Ja, weer een kans gemist. Huizen die kan Den Haag bereiken. Den Haag naar Meijering. Meijering met actie. Moet die bal voorkomen? Ja, dan is het bijna Groothuizen bij de eerste paal. Maar Vos was daar sneller bij de bal. Balovername. En is het Kiala. Schot van Kiala nadat die twee verdedigers van Sportlust voorbij was gelopen. Bal willen spelen. Is het Meijering. Komt die bal wel voor de goal, maar die wordt er net niet goed aangeraakt door Sportlust. Komt die bal voor, is het De Klein die bal weg gaat koppen. En een schot van Heideman die de richting mist, richting de goal. Groothuizen gooit snel in naar Bergfans. Brengt die bal dan voor, is het Meijering. Meijering schoot wel, maar schiet naast de goal. En krijgen we de laatste twee wissels aan de kant van Sportlust. Even een zetje mee. Kan opnieuw Meijering aan het werk zetten. Meijering. De zwak ingeschoten bij de eerste paal. Daar stond keeper Vos al opgesteld. Op zich dan vast op de spelers van Groene Ster. Die komen dan nu snel uit. Ja, twee man vrij voor de goal. En dan is het Breukers die bal helemaal verkeerd raakt.
is het die gelijk maken. Maar ja, dat geeft dan ook de ruimte voor Groene Ster. Is het Breukers naar Kiala Antonioli. Schrever. Ja, die laat dan de bal tegen zich aanschieten voordat hij over de lijn gaat. Schrever richting de 16 meter. Dan moet Groothuizen onder die bal doorgaan om Meijering in balbezit te brengen. Bal nog wel eventjes aangeraakt, maar naar de Weert. Den Haag. Den Haag. Gaat Montero onder die bal door. Is het Bendadi met een schot. Maar ook nu staat de doelman van Groene Ster op de juiste plaats. Terug uit richting Schrever. Moet die bal nu wel goed voor de goal komen. Is het Den Haag. In twee instanties is het Taleb die bal in één keer op de schoen neemt. Sportlust. Verliest zijn thuiswedstrijd tegen Groene Ster met 1-0. En ik denk dat we met z'n allen kunnen concluderen dat Sportlust voetballend de betere ploeg was. Eén fout van doelman Antonioli voldoende was voor de nederlaag van Sportlust.